Hele goedenavond en welkom vanuit Eindhoven voor een competitiewedstrijd uit de 32e speelronde. Een competitiewedstrijd? Nee, een hele belangrijke tussen PSV en FC Twente. Zeker na de winst van Ajax gisteravond in de Amsterdam Arena tegen NAC Breda. Werd 2-0, is het weer ongemeen spannend in de Eredivisie zoals het dat de laatste weken al is. Omdat het met PSV niet goed gaat. Maar goed, PSV heeft volgens coach Ronald Koeman een goed gevoel overgehouden aan het duel met Liverpool midweeks in de Champions League. Terwijl dat wel met 1-0 werd verloren. Twente dus de tegenstander. En historisch gezien heeft de PSV altijd goede resultaten geboekt tegen de Tukkers. Kijk maar, 40 keer gespeeld, 25 keer winst PSV. En slechts 2 keer won FC Twente. De laatste keer dat er hier werd gewonnen door de Tukkers in 1973 0-1 door een goal van Notten. Maar vorig jaar, toen werd het toch een gelijkspel, 1-1. En dat zou PSV nou absoluut niet kunnen gebruiken. Want ook in doelsaldo zijn de Eindhovenaren inmiddels achterhaald door de Amsterdammers. Ook AZ op de achtergrond nog, wat heet de zeer naburige achtergrond, heeft een beter doelsaldo en slechts 2 verliespunten minder. Aankomst van de selectie van FC Twente. Fred Rutte, vorig jaar nog assistentcoach onder Guus Hiddink in Eindhoven. En dat geldt natuurlijk ook voor René Eikenkamp. Rutte die het uitstekend doet met FC Twente, al zeker van de play-offs. Om deelname in de Champions League. Er zijn veel Tukkers met een PSV-verleden. Altijd ontspannen, deze twee heren. Dat geldt zeker voor de man links, René Eikenkamp. Hier zien we Jason Koulina, die ook natuurlijk in Enschede voetbalde bij FC Twente. Dat zien we daar. Inmiddels dus bij PSV. Bankzitter is geworden. Bakal terug naar de bank, omdat de Touma weer terug is van een schorsing. Dat zien we dadelijk in de opstelling. Bakal door PSV verhuurd aan FC Twente. Maar ook hij moet volgend jaar terug naar Eindhoven. Moet. Dat is natuurlijk iets wat hij heeft afgedwongen. Dat geldt zeker ook voor deze Ismaël Aissati. Veel ogen op hem gericht. Zelfs een heuse media stop de afgelopen dagen rondom de dribbelaar van FC Twente. Die natuurlijk veel vragen te verduren zou hebben gekregen over de speler tegen zijn oude ploeg. Zijn werkgever zelfs. René Eikenkamp, 41 duels ooit voor PSV. En daarin 13 doelpunten. Prachtig weer in Eindhoven. Nog altijd zo'n 25 graden in het stadion. Misschien beneden op het veld dan wel iets warmer. Het zal ook een slijtageslag kunnen worden. Terwijl we kijken naar de voorzitter links van FC Twente, meneer Munsterman. Maar het is dus zeer spannend in de Eredivisie. PSV 68 punten uit 31 wedstrijden. FC Twente 62 uit 31. En als Twente vorige week tegen Heracles geen punten had laten liggen, had die ploeg wellicht ook nog mee kunnen doen om de titel. Dat is inmiddels een utopie. We zien Tardelli, die zelfs niet eens bij de selectie zit bij PSV, omdat de ziekenboeg behoorlijk is leeggestroomd. Nog één prominente naam daar nog altijd aanwezig, Alex. Maar die heeft zijn herstel in Brazilië vlot doorlopen. En naar eigen zeggen kan die volgende week alweer meedoen met PSV voor de laatste 2 competitiewedstrijden. En dat zou natuurlijk schelen voor de Eindhovenaren. Koekeboy, volgende week Utrecht PSV. En hij moest natuurlijk gisteravond al spelen met zijn FC tegen Sparta. Dat werd 1-1. En ook Koekeboy kan nog een behoorlijke rol gaan spelen met zijn Utrecht. In de strijd om het kampioenschap. PSV bij monden van Ronald Koeman moet 3 keer winnen. En dan is de titel hoe dan ook weer beland in Eindhoven voor de 20e keer. Voetballiefhebber Petrovic natuurlijk aanwezig in Eindhoven. Zo is het stadion inmiddels helemaal volgestroomd. 35.000 toeschouwers voor PSV tegen FC Twente. Mensen wachten daar op de spelers. FC Twente, de tegenstander van vanavond. Daarna nog Utrecht en Vitesse. Dat zijn de tegenstanders voor de Eindhovenaren. PSV op zoek naar een overwinning, want in de diverse competities al 7 wedstrijden op rij niet gewonnen. De laatste keer dat er een winst was voor de elftal van Ronald Koeman was op 3 maart thuis tegen RKC. Toen werd het 2-0. Maar in de competitie de laatste 4 wedstrijden slechts 2 punten. En spanning natuurlijk bij PSV en FC Twente. Twente eigenlijk kan uitbollen op weg naar de play-offs. Die al zeker zijn. Twente zal het, hoe je het ook bent of keert, toch ook zaak zijn om heel te blijven. Om geen blessures op te lopen in de resterende duels. PSV een totaal andere spanning. Ja,
laatste streepjes zon in de hoek van het Philipsstadion. Echt lang zullen ze daar geen last meer van hebben. Spanning in het stadion wordt zorgvuldig opgebouwd. We zijn natuurlijk benieuwd wat die fans daar bedacht hebben met een reusachtig doek wat daar klaar hangt om uitgerold te worden. We zagen ook even een glimp van de scheidsrechter vanavond, dat is Ben Haverkort. Opvallend genoeg zijn assistenten, de heren Lobbert en Olde Olthof, de laatste afkomstig uit Tukkerland. Daar zijn ze dan. Het is even wachten. Maar de spelers van PSV en FC Twente in de richting van het speelveld. Er is inderdaad een fraai doek wat daar is opgehangen door de aanhang van PSV. De lichtstad, mijn stad, mijn vertaal. Mooie reactie van de harde kern van PSV. Sowieso een bijzondere dag voor de stad. Vanmiddag op de markt in Eindhoven is er een standbeeld onthuld van maar liefst 3 meter. Van meneer Frits. Frits Philips die 2 jaar geleden, of wel 100 jaar leeftijd, overleed. Nu dus een groot standbeeld ter ere van hem in het centrum van de stad. Maar misschien zouden ze meneer Frits nog een groter plezier doen met de 20e landstitel. We beginnen dus met een overwinning vanavond tegen FC Twente. Opstelling van de thuisploeg, waar natuurlijk veel wijzigingen zijn ten opzichte van het duel met Liverpool. Mendes, Kromkamp en Affalay allemaal weer beschikbaar. En Alcides was niet speelgerechtigd. In de Champions League. Hij speelt linksback. Addo is blijven staan. Da Costa is weer bankzitter. Bij FC Twente een noodgedwongen wijziging. Wilshire niet beschikbaar. En voor hem speelt Braafheid rechts achterin bij FC Twente. Deze Edson Braafheid. Die is inmiddels toch overkwam van FC Utrecht. Voor de volledigheid de opstelling, maar eigenlijk doet Fred Rutte het al maanden met dezelfde namen. Braafheid, Wielaert, Zomer en Heubach achterin. El Ahmadi, Aissati en Engelaar. De centrale van FC Twente en voorin Bakje, Çoğlu, Kufo en Touma. De veelscorende voorhoede van de Tukkers. Kort, inmiddels een van de meest ervaren arbiters in het korps van Jaap Uylenberg. Hij geeft leiding aan de 41ste uitvoering van PSV tegen FC Twente. Je voelt toch wel de spanning in het stadion. Twee weken geleden tegen NAC Breda raakte hij geblesseerd aan zijn hamstring. Zonder zijn inbreng leverde PSV de nodige creativiteit in. Vanavond is Ibrahim Affalay weer terug in de basis van PSV. Voor ontmoeting met zijn boezemvriend Ismaël Aissati. Cocu. Alcides. Kone probeert weg te draaien bij Braafheid. Die is fysiek sterk. Volgens de Twente. Terug naar Bosker. Heubach. Ahmadi. Engelaar. Touma biedt zich aan. Terug naar Engelaar. Ahmadi met de hak. Dat is een mooie combinatie van Twente. Al levert het geen terreinwinst op. Heubach zoeken naar Kufo. Die controleert.
Met Addo in de buurt. Koevo wil een vrije trap. Die krijgt hij niet van Haverkort. Afverlaaien met een steekpaas op het juiste moment. Daar nou, stond Wielaert goed opgesteld. Hij zat hij. Gaat goed gelopen door Addo in Bob Twente. Weer Koevo. Veel vaart bij FC Twente. Bijna was Aissati erdoor. Zomer. Richting Bakir Çoğlu. Aissati komt terug uit buitenspel, maar daar ging de bal niet heen. Zonder problemen Gomez, die het spel snel hervat. Een slingerworp in de richting van Koning. Runa Koning. Langs Braafheid, mooie passeeractie. Maar vervolgens niet langs Wielaert. En Kone raakt de bal nog. Inworp is dus voor FC Twente. Braafheid. Opgejaagd door Cocu. Alcides klimt over Bakir Çoğlu. Dat kost er wel een inboer. Heubach naar Engelaar. Paas lijkt wat kort, is ook kort voor Braafheid. Goed mee verdedigd door Kone. Veel gezocht wordt in de eerste minuten door PSV. Het zal toch geen gemakkelijke avond worden voor Kone met die bijter. Wat zo'n Braafheid die de bal nu makkelijk inlevert bij Salcido. Koevo. Dan over een paas op Kone. Die werd heel even aangeraakt, maar niet genoeg. Volgens Haverkort. Twente kan eruit met Wielaert. Bakir Çoğlu. Wielaert loopt door. Hij zat hij. Zo'n 1-2 met Bakir Çoğlu. Met name PSV. Afvalaai. Farfan. Harde tackle op de bal van Zomer, maar Farfan geblesseerd. Hij krabbelt niet langzaam weer overeind. Cocu. De bal lijkt aan de harde kant voor Afvalaai. Bos komt uit zijn doel. Heubach. Nu de tackle op de bal van Afvalaai. Bovendien raakt Heubach de bal nog. PSV heeft haast. Volgende duel Zomer Farfan. Opnieuw gewonnen door de verdediger van Twente. Farfan. In de voeten van Touma. Koevo is alleen, moet de bal even bij zich houden. Daar slaagt de spits van Twente prima in. Vanaf de eerste seconde een wedstrijd tussen PSV en Twente, zoveel is duidelijk. Opkomen van Heubach. Rij Koevo niet, de toedoen van Salcido. Nog niet lekker geraakt door Boske. Door Addo, die is hem kwijt aan El Ahmadi. Die maakt Hens.
Bal op de rug van Kone, de overname van Graafheid. Hij zat er, met ruimte. Makicoglu doorgelopen. Alcides is snel, die krijgt bovendien steun van Salcido. Goed trap PSV. Niet langs Braafheid. Alcides goed verdedigd ten opzichte van Bakircioglu. Falai. Loopt de bal over de zijlijn. Ja, zag tot zijn verbazing gisteren op de training dat hij niet bij de basisploeg dreigde te gaan horen. Toen we kijken naar de nieuwe directeur van PSV, Jan Reker. Affelay werd even geprikkeld door Koeman, die hem lang apart nam, lang met hem sprak. Het ging over de pijntjes die Affelay veel heeft en die daar maar eens doorheen moet leren lopen. Dat is een beetje de strekking van het verhaal van Koeman. Elagmani. Douma meegeven aan Aissati. Makkelijke passeeractie van Aissati, de overtreding van Kopu. Toen het zo slecht ging met de PSV en goed met FC Twente werden er natuurlijk vragen gesteld over de verhuur van Aissati. PSV had hem prima kunnen gebruiken. Ja, dat is ook een beetje de koe in de kont kijken. Nou, wacht maar. Heuma. Foe aangetikt door Addo, vrije trap voor Twente. En de excuses van Addo. Engelaar. Touma tussen twee man in, doet hij hier knap. Charbel Touma met wat ruimte. Kromkamp in de achtervolging. Touma met de voorzet net te hoog voor Koufo. Van de Touma loopt af. Twente wilde wel een poging doen om hem toch nog te behouden in Enschede. Touma lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een avontuur buiten Twente. Dit mag verder. Elagmadi. Touma gleed weg. Dus de bal opgeraapt door Gomez. Slippertje van Mendes. Hij zat hier. Choglu zocht het oogcontact met Koufo. Addo had het doorzien. Kone, PSV al op eigen helft aangepakt door Twente. En dat resulteert dan in deze foute paas van Alcides. Engelaar, Bakir Choglu. En dan Cocu helemaal terug. Choglu. Engelaar. Voorzet van Engelaar richting Koufo. Gomez. Slingerhoor van Gomez, maar Farfan is helemaal alleen. Krijgt steun van Kromkamp. Farfan niet langs Heubach. Touma stuurt Koufo weg. Die heeft wat ruimte, maar is ook alleen. Moet wachten op steun van diezelfde Touma. Koufo wel langs Salcido, maar dan is daar niemand. Bakircioglu komt. De actie van de spits van Twente was in orde. En zo heeft Twente nog niet veel grote kansen gehad. Sterker nog, geen één. Nu is de ploeg wel dreigend. Meer dreigend dan PSV in de eerste 11 minuten. Wielaert. Hij zat hier. Koufo, balverlies. Overname PSV. Affelay.
gesproken. Daar alweer aangepakt door Lagmani. Dus er is de Kopkamp niet veel anders dan een lange bal te hanteren in de richting van Farfan. Hij heeft Twente die wel onder controle. Touma. Wat een lichtzinnig, Charbel Touma. PSV. Uitvoerig getraind door de Eindhovenaren gisteren op spelervattingen. Kromkamp en de poging van Simons. Eerste schot op goal van PSV van de voet van de Belg. Totaal geen problemen natuurlijk voor Bosco. Addo. Oh, net onderschept door Braafheid. Een overtreding van Afgeleid ten opzichte van Engelaar. Twente wachtte de fluitconcert niet af. Heeft het spel al hervat. Dat was natuurlijk een overtreding. Gesprek met de Koeman goed in zorgen geknoopt. Ibrahim Afellay gooit het nodige gif erin in de eerste minuten. Daar ondervindt Engelaar nu wat hinder van. En dat hij fysiek de nodige kracht heeft gewonnen, is duidelijk. Zomer. Lagmani. Goeie bal van Heubach tussendoor. Touma met wat ruimte nu. Couffo weggestuurd. Hij krijgt te maken met Salcido. Goeie tackle van de Mexicaan. Inworp is voor Twente. Stadion. Bij iedere botsing, bij iedere inworp wordt er gejoeld en geschreeuwd en gefloten door de aanhang van PSV. Addo richting Kone. Bal weggekopt door Wielaert en verlengd door Aissati. Nieuw Addo. Waarvan? Besprongen door Zomer, nu wel een overtreding van de centrale verdediger van Twente. Van smokkelt wat. Vrij trap van Jefferson Farfan. Twente gooit de buitenspel van lopen, maar er staat er één te slapen. Eindhovenaar profiteren niet.
Maar buitenspel is het niet. Op het moment dat de bal gespeeld wordt. Alcide staat gelijk. Met name nieuwkomer Braafheid rent als een dolle naar voren. Die is nog niet helemaal geïnformeerd over de buitenspelval. Matige trap van Sander Boske. Sido. Cocu. Terug naar Gomez. Farfan. Boeiende duels tot nu toe met Ramon Zomer. Salcido. Interceptie van diezelfde Zomer. Aissati. Nu wat ruimte voor Twente. Aissati op het juiste moment gegeven. Gomez. Op tijd dat ze doel. Attent keeperswerk. Sterker nog, een prachtige bal. Al zal niet zo bedoeld zijn op Kone. Die dan hens maakt. En dan hoeft dit allemaal niet meer. Ja, dan krijgt die Ivoriaan de bal niet lekker mee. Op aangeven van Gomez. Attent keeperswerk. Dat er dan vervolgens een kans uit ontstaat voor PSV. Zal ook Gomez niet zo bedoeld hebben. Kans verkeken door de hensbal van Kone. Cocu. Farfan vertrekt. Zomer was de bal even kwijt. Farfan. Farfan met de goal. PSV leidt. En dat leidt tot een enorme opluchting in het Philipsstadion. Deze trefzeker uithaal van Jefferson Farfan. Dit had PSV nodig. Met Ronald Koeman als geen ander. Anderhalve maand moeizaam voetbal. Dit is het zetje wat PSV net nodig heeft. Prachtige goal van Farfan. Die even een metertje is losgelaten door Zomer. Die kan het niet meer corrigeren. Bosca kansloos op de harde volley van de man uit Peru. Prachtig ingeschoten. Wat is die kleine Farfan fysiek dan toch sterk? Met die duwende en trekkende Zomer aan zijn lijf. Komt hij dan tot dit schot. Volgende aanval PSV met Mendes. Als Twente geschrokken is. En de volgende kans Farfan, dat is weer raak. 2-0. Binnen 20 seconden twee keer Jefferson Farfan. Wat een doelpunt kan doen met een elftal. Zoveel onzekerheid, zoveel slechte resultaten de afgelopen 6-7 weken. En dan deze minuut met Farfan in de hoofdrol. En opnieuw schitterend ingeschoten. In de stuit, weer een volley. En Bosker opnieuw compleet kansloos. De grote spelers staan daar op het moment dat het absoluut nodig is. En zo was de situatie van PSV inmiddels geworden. Dan staat Farfan op. Minuten gespeeld, 2-0 PSV. Na een fase dat Twente de wedstrijd nog onder controle leek te hebben. En dan daalt er nu een soort merkwaardige rust over de 35.000 in het Philipsstadion. Twente even helemaal van de leg. Voor die prachtige eerste goal van Farfan. 20 seconden later de tweede. En dan kun je even rustig gaan zitten. Heubach.
Salcido. Alcides. Salcido. Koning stond op het randje, maar de paas van Salcido is mager. Hij zal het toch niet leuk vinden, ongetwijfeld een punt willen maken tegen zijn oude werkgever, Fred Rutte. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Eikelkamp. Ja, hij krijgt even te maken, binnen een minuut, twee keer, met de klasse van Jefferson Farfan. Dat zijn boeiende duels. Koufo en Addo aan de ene kant en Zomer en Farfan aan de andere kant. Doelpunt nummer 18 en 19 was het voor Farfan. Dat is ongetwijfeld de twee belangrijkste goals van het seizoen. Tot dusver. Zomer tegen Farfan. Het was duwen en trekken van beide kanten. Zomer bestraft. Dan staat PSV zo weer twee punten los van Ajax. AZ dat dus morgen ook op 69 punten kan komen als het wint van Vitesse. Zo blijft het spannend. Mendes. Bosker op tijd. Alcides over Bosker heen en van de lijn gehaald door Engelaar. Twente is even van slag. Bosker ver uit zijn doel, glijdt ook dan nog even weg. Engelaar is attent. Hij zag het anders. Hij beschikt over de nodige overtuigingskracht. De inworp is nu voor PSV. Het is een imposante verschijning, dat wel. Kone. Alcides. Hij geeft aan Cocu. Die bal loopt over de zijlijn. Niet meer te halen voor Philip Cocu. Cocu nu weer op tijd terug. Dat is niet zo handig gedaan door Bakir Çoğlu. Braafheid opgejaagd door Afellay. Braafheid moet duidelijk wennen. Afellay nu met de overtreding. Daar waar Braafheid de eerste overtreding leek te begaan. Tackle tegen Cocu kost hem de eerste kaart van de wedstrijd. Cocu geschept. Mooie technische man bij FC Twente. Een van de op het middenveld. Cocu met de vrije trap. Simons kiest de diepte. De bal gaat in de richting van Farfan. Bal voor de voeten van Kromkamp wellicht. De bal stoot wat ongelukkig. Maar Twente komt niet van de eigen helft af. Dat in tegenstelling tot de eerste 10-12 minuten van de wedstrijd. Toen het spel zich afspeelde op de helft van PSV. Dat is nu omgedraaid. En wat dat betreft.
betreft, historisch gezien, is Twente dus een prettige tegenstander voor PSV. Salcido. Sides helemaal mee, links voorin. Die wordt bereikt door Heubach. Goede aanname ook van Koufo. Engelaar moet natuurlijk naar het linkerbeen. Koufo, El Ahmadi. Hij heeft ruimte voor een schot. El Ahmadi wordt geblokt door Salcido. PSV kan weg met Affolay. Kone. Kone langs Braafheid, maar de rugdekking is er van Wilaert. Hij zat er. Laatste kwartiertje wat anoniem op het middenveld van Twente. Heubach. Koufo. Engelaar. Twente schuift weer wat op. Engelaar. Het is daar vol en druk. De ruimte ligt aan de zijkant bij Heubach. Engelaar. Heubach nu gevonden. En weer terug naar Engelaar. Nog altijd Engelaar in de drukte daar tussen twee PSV'ers in. Hoekschop Twente. Moeilijk te zien. Ik pleit voor Havenkoort dat hij er bovenop stond. Wilaert en Zomer mee naar voren bij de eerste corner van FC Twente. Getrapt door Bakir Çoğlu. Engelaar probeert te verlengen, weggekopt door Koku. Mistrap van Touma en Farfan en Kone met z'n tweeën ten opzichte van vier verdedigers van FC Twente. Waaronder Heubach. En die begaat de overtreding. Van Zomer. Die is de bal dan even kwijt aan Koku. Goeie tackle van Wilaert. Bakir Çoğlu. Nog niet langs Alcides geweest. Bakir Çoğlu nu met de voorzet. Het is een afzwaaier, doeltrap voor PSV. Ook van hem wil Twente snel om de tafel om zijn contract open te breken. Contract dat afloopt in 2008. Dat is dus volgend jaar. Maar Bakir Çoğlu heeft geen haast. De bal aan Affolay. Loopt niet bij Twente. Mooie beweging. Lichaamsschuimbeweging van Ibrahim Affolay. Koku. Het scheelt toch een beetje hoor, of hij meedoet of niet bij PSV. Affolay. Goede voorzet.
Farfan net niet bereikt door toedoen van Wielaert. Cocu, bal weer ingebracht. Geen problemen voor Bosker. Dan nog Mali met wat geluk. Langs Simons. Koufo, Alagmadi, Koufo. Goeie combinatie door het hart. Braafheid. Wordt eerst mee opgekomen, Edson Braafheid. Hij zat hij. Hij zat hij. Touma. Steekpaasje en Bakircioglu. En Gomez weer heel snel uit zijn doel. Nog altijd Bakircioglu. En de eerste echt grote kans voor FC Twente. Dat was even dat de korte combinatievoetbal wat we kennen van de Tukkers. Prachtig steekpaasje. Maar Gomez is ook zo snel uit zijn doel. Neutraliseert zo voor een groot deel die kans van Kennedy Bakircioglu. Probeert zich vrij te spelen. Engelaar speelt de bal. Overname Aissati. Heubach. Engelaar met Affalay in zijn rug. De bal springt van de voet van Engelaar. Voordeel PSV. Runa Kone. Zoekt het duel met Braafheid. Affalay ligt nog altijd op de grond. Uiteindelijk de bal buiten getrapt door Alcides. Hij kreeg wel een tikje van Touma. Dat leek toch niet al te hard. Ja, er is veel gezegd en geschreven over de pijngrens van Ibrahim Affalay. Dat leek toch gewoon niet al te gemene overtreding van Charles Touma. Misschien is Affalay ongelukkige land. Maar vaak valt het dan toch wel weer mee. Dit zijn de momenten waar Koeman het gisteren met hem over had. Dit zijn momenten van kleine pijntjes waar je even doorheen moet bijten, waar je door moet lopen. Past, zo zei Koeman, bij de nieuwe status van Affalay. Hij is international geworden. Dat brengt wel wat verantwoordelijkheid met zich mee. Affalay weer terug. Het is compleet 11 tegen 11. Kromkamp. Mendes naar Salcido. De status quo op het veld. PSV doet geen ondoordachte dingen, neemt geen risico's. En Twente heeft de vorm nog niet in deze wedstrijd. Ze denken stiekem al aan de 20e landstitel voor PSV. Maar hij is nog wel even weg. 55 minuten voetbal in het Philipsstadion vanavond. Volgende week dus een lastige uitwedstrijd bij Utrecht. Hoewel historisch gezien Utrecht PSV nou net wel aardig ligt. Ook in de Galgenwaard. Cocu. Ziet de beweging bij Kone, maar speelt de bal net achter de Afrikaan. Het is wel knap gezien door de captain van PSV.
Aissati. Engelaar. Bakir Çoğlu, braafheid. Hard ingespeeld op Engelaar. De bal leek bedoeld voor Kufo. Afalai. Goeie ingreep van Heubach. Maar Van knokt zich toch weer terug in dat duel. Interceptie van Kromkamp. Simons. En dan toch weer Twente. Gewoon niet helemaal lekker geraakt door Bakir Çoğlu, wat heet. Kone ziet dan niet dat Alcides met hem mee was opgekomen. Heubach. Ja, nog Mabi. En weer Heubach. Kufo vraagt om de bal. Hij is daar helemaal alleen. Goals, de voorhoede van FC Twente dit seizoen. Maar ze zijn amper in stelling gebracht tot nu toe tegen PSV. Uitgezonderd die ene kans van Kennedy Bakir Çoğlu. PSV is dus bezig deze reeks te doorbreken. Kromkamp. Cocu. Die overal is, van rechtsback tot linksbuiten. Paas van Salcido. Beschept door Aissati. Die loopt zich vast op Mendes en Simons. Maar het is toch vooral voorzichtigheid troef bij PSV na die 2-0. Aldo. Kan veel meters maken, Erik Aldo, en speelt Kone vrij. Aruna Kone en de goal weer bijna. Het is de hat-trick compleet geweest van Jefferson Farfan. Die claimt dat hij een duwtje krijgt van Zomer. Dat was ook wel zo. Voldoende uit balans gebracht om die voorzet van Kone niet in te kunnen knikken. Maar Twente mag zich aanrekenen dat Aldo zomaar 50, 60 meter over de as van het veld kan doorlopen. Krijgt de bal niet bij Alagmadi, opgepikt door Heubach. Alsnog Alagmadi, Engelaar. Kufo. Braafheid. Kufo. Terug naar Braafheid. Bakir Çoğlu. Touma vraagt om de bal. De voorzet van Bakir Çoğlu. Ketst af op het lichaam van Alcides. Afalai. Kone draait handig weg bij Heubach. Maakte daar zijn lichaam uitstekend. Simons voor de goal. Gezien door Kone. Wat een prachtige aanval van PSV. Met name de paas van Aruna. Kone is subliem. Perfect in de loop bij Simons. Die zo'n 60 meter aflegt om die bal langs Boskar te tikken. Maar de reflex van de doelman van Twente is prima. Maar het is sinds tijden weer een uitstekende eerste helft van de Eindhovenaren. Bakir Çoğlu. Ziet dat de Kufo buitenspel staat, moet dus inhouden. Kijk eens hoe compact PSV speelt. 7-8 rood-wit op een hele kleine ruimte. Engelaar. Aissati. Makkelijk gevoetbald. Een paasje van Engelaar is dan vervolgens te scherp.
Aanval opgezet door Haruna Kone, die wegdraait bij Heubach. Simons heeft gezien. Voorzet is perfect op maat. Simons krijgt hem niet langs Bosker. Hij had de bal terug willen hebben. Overtreding van Kromkamp. Niet gezien door Haverkort. Afalai. Kone leek buitenspel. Mag verder. Haruna Kone. Hij dan met de 3-0. Oh nee, ook Kone niet. Zo krijgt PSV toch kansen om het al in de eerste helft te beslissen. Maar dit had door alle lucht van buitenspel. Sterker nog, dat was het. De kans is er niet minder om. Twee mooie goals en drie grote kansen daarnaast. Dus in moyenne wat we kennen van PSV in thuiswedstrijden. PSV een goede doen. Het is het elftal van Koeman vanavond weer. Dat lijkt dus op tijd. El Ahmadi. Wilaert. Zat. Toema glijdt iedere keer weg. Die zou de noppen moeten nakijken in de rust. Kone. Tussen drie man in. Langs drie man. Mendes is mee aan de rechterkant. Mendes, Kone kiest de eerste paal. Mendes laat zich vallen. Daar is helemaal niets aan de hand. Nee, springt over het glijdende been van Heubach. Nou, dat was geen enkele reden om te gaan liggen voor Ederson Mendes. Dat is een zweefduik. Engelaar. Koeval. Bakir Çoğlu. Engelaar. Bakir Çoğlu wil de bal graag terug. De bal gespeeld door Koku. Dat is het oordeel van Haverkort. Nou, Alcides zo sportief om de bal buiten te spelen. Ja, dat hoeft niet meer. Maar hij doet het wel, dat pleit voor hem. Hij speelt de bal inderdaad, Koku, maar neemt in zijn glijpartij standbeen mee van Kennedy Bakir Çoğlu. Training van El Ahmadi tegen Afalai. Nu wordt 20. Wat een laatste geraakt door deze Kone. Het signaal van Haverkort. Het was zeer boeiend in de eerste helft. Mede door het goede voetbal van PSV. Dat twee keer fraai, zeer fraai scoorde via Jefferson Verhoef. Daarnaast ook nog de nodige kansen kreeg om het helemaal te beslissen al in de eerste helft. Twente kreeg slechts één kans voor Bakir Çoğlu. En het is halverwege volkomen verdiend. Een comfortabele voorsprong voor PSV. 2-0. Dit zijn de cijfers na drie kwartier voetbal. Twente mag dan de bal wat meer hebben. PSV doet er over het algemeen wat meer zinnige dingen mee. Onder twee keer scoren. Ruststand dus 2-0 voor Eindhovenaar. Graag tot zo. Terug in het Philipsstadion voor de tweede helft tussen PSV en FC Twente. 2-0 ruststand. Twee goals van Jefferson Farfan. Deze man, twee mooie doelpunten van hem.
Die viel eigenlijk uit het niets, maar vanaf dat moment heeft PSV de boel volledig onder controle. De nodige kansen gehad op 3-0, misschien ook wel 4-0. FC Twente had één mogelijkheid via Kennedy Bakayoko. Opsteker dus voor PSV. Die opsteker was hoogst noodzakelijk. Het gat met Ajax en AZ is dus zeer klein geworden. Wat kan Twente in de tweede helft opbrengen om nog iets terug te doen tegen PSV? Noodzaak is er natuurlijk niet echt voor de ploeg. Het is vooral een zaak van heel blijven en geen domme gele kaart oplopen in aanloop naar de play-offs. Dus lijkt dit een zeer prettige uitgangssituatie voor PSV aan het begin van de tweede helft. Lange bal van Addo. Wielaert rustig terug naar doelman Bosker. Mendes. Farfan. Zomaar heeft toch lang gedacht in de eerste helft dat hij Farfan onder controle had. Een extra klasse liet zich terecht zien bij die twee goals van Jefferson Farfan. Hier weer aangespeeld. Farfan weer met Zomaar en nu komt hij niet tot een schot. Zomaar blijft die fysieke duels zoeken met Farfan. Maar niet zelden wint de aanvaller van PSV. Klein mannetje die Farfan, maar ook zo krachtig. In Worp zit. Daar zat hij. Makkelijk passerend. Hij wil soms een beetje te veel doen natuurlijk tegen PSV. Engelaar, Touma. Maar altijd Touma, Engelaar. In de drukte tussen drie man in. Zoekt hij de vrije trap en die krijgt hij ook van Haverkort. Ik had het idee dat er nou echt contact was. Maar een prettige plek voor Twente. Maar Simons trekt toch duidelijk zijn been terug. Overleg geweest tussen Bakayoko en Touma. Laatstgenoemde met de vrije trap. Charbel Touma met een kansloze poging. Huishoog over de goal van Gomez. Doorgaat op Wielaert, gezien door Averkort. El Ahmadi. Daar zat hij, El Ahmadi. Opening van Wielaert op Heubach. Klaargelegd voor Engelaar. Touma ligt op snelheid. Touma met Kromkamp. Het kan niets anders dan de bal weer helemaal terugpasen naar Heubach. El Ahmadi. Wielaert schuift in. Kufo aangespeeld. Wielaert doorgelopen. Kufo. Bakayoko. De PSV heeft het verdedigend alweer op orde. Braafheid. Bakayoko. Aissati.
Aissati zoekt de combinatie en de poging van Bakir Çoğlu oogt gevaarlijk. Twente wil er iets van maken in de tweede helft. Goede combinatie Aissati, Bakir Çoğlu. Dat scheelde wel een meter of anderhalf. Maar dan was hij even vrijgespeeld. Hij al goed voor 14 goals en 9 assists. Kone. Kokuyen en Al-Ahmadi, duel gewonnen door de speler van Twente. Koku speelt dan de bal even buiten. Kone is zojuist geraakt door Aissati. Licht, maar het kan pijn doen, zo'n mop op je voet. Druk daar met onder meer Bakal bezig aan de warming-up namens Twente en Zeefuik. Dat is toch opvallend. Hij in de warming-up en niet Kluivert als spits. Afalai. Kromkamp. Mendes, Salcido terug naar Gomez. Het is de bal even kwijt. Maar wat had geluk. Uiteindelijk Sander Bosker. Engelaar. Wielaert naar Koevo. Bleef daar kalm. Goed paasje op Simon. Goed gedaan door Zomer. Daarom weer Twente met Heubach. Aissati. Aissati zoekt Alcides. Die is ongeveer twee keer zo groot. Beweging van Aissati. Dit trapte Alcides wel in. Maar echt gelukkig is hij nog niet geweest in zijn acties. Ismail Aissati zal toch ongetwijfeld graag willen. Volgend jaar hoe dan ook weer in Eindhoven. Hij en Bakal. Wat gebeurt er met hem? Met Kluivert. Koning. Alweer gewerkt door Zomer. Afalai. Risicovolle paas, maar zuiver op Addo. Nou, dan zou Farfan zijn teruggekomen uit buitenspel. Wielaert. PSV is alweer teruggeplooid. Heubach. Al-Ahmadi. Hij zat hier net niet bereikt. Daar zit Afalai nog tussen. Salcido. Kone met een indrukwekkende sprint. Sneller dan Braafheid. Krijgt de bal dan net niet onder controle. Engelaar. Zal zo ongetwijfeld gaan komen, Otman Bakal. Want FC Twente aanvallend weinig creëert. Aldo.
Mendes terug naar Simons. Die blijft onverminderd voorzichtig bij PSV. Ja, geeft dus ongelijk met die 2-0. Het belang van deze wedstrijd. Farfan, mooi op het juiste moment gegeven. Kromkamp met Touma. Jan Kromkamp, voorzet en daar Cocu. Die wegglijdt op het moment dat hij schiet. PSV speelt ook zo geduldig, wacht op die kans die dan ongetwijfeld komen gaat. Kromkamp ditmaal aan de basis. Cocu, die de hele avond al overal is, duikt op bij de penaltystip, maar glijdt weg op het moment dat hij inschiet. Kans verkeken. Zat hij niet bereikt. Kone. Had het shirt vast van braafheid. Ja, goed gezien door de scheidsrechter. Engelaar. Ook niet echt lekker aan voetballen toe komt Orlando Engelaar. Geschaduwd door vaak Simons. Weer een fout paasje. En nu de ruimte voor Farfan. Zomaar loopt het gat op tijd dicht. Goeie ingreep van de verdediger van Twente. Braafheid. De inworp is zelfs voor PSV, is het oordeel van Haverkort. Daar leek Mendes de bal door buiten te tikken. Ja, Twente heeft natuurlijk een probleem. Dat geldt voor iedere ploeg als het middenveld ontregeld wordt. Dat lukte Heracles vorige week. Daar slaagt ook de PSV uitstekend in vanavond. Alagmali, Engelaar en Aissat komen niet aan voetballen toe. Althans heel weinig. Hij ligt nu als Aldo de bal verspeelt. Aissat. Touma. Die loopt zich dan weer vast op Simons. Touma. Heubach is ook mee. Dat was Aissat trouwens. Touma krijgt vervolgens de bal niet bij Aissat. Wielaert. Nou, dat bleek toch correct. Stevig, maar correct verdedigd door Robbie Wielaert. Met zijn lichaam erin tegen Kone. Maar speelt de bal. Mannelijke ingreep. Geen goedkeuring bij Haverkort. Spelervatting van Farfan. Wielaert in zijn eentje daar tussen drie PSV'ers in. De organisatie klopt toch niet bij Twente, bij die spelervattingen van PSV. Alcides. Goed werk van Simons. Afalai. Alcides snel daarvoor. Afalai durft de steekpaasje niet aan. Opent op Kone. Voorzet van Kone en Farfan ziet niet dat Mendes die bal had kunnen binnenlopen. Kan hij het nog goed maken? Maar het blok van Zomer. Maar Mendes stond er veel en veel beter voor. Maar ja, Farfan heeft geen oog in zijn rug. Dit keer sterk verdedigd door Ramon Zomer. Die toch een hele lastige avond heeft tegen Jefferson Farfan. Die zich ook meldt voor de hoekschop. Simons niet. Afalai pikt op. Mendes. Alcides. Geen buitenspel. Voorzet van Alcides. Weggewerkt door braafheid. Kromkamp. Kromkamp. Zo, wat een knal! Heerlijke volley van de rechtsback van PSV.
heel veel risico en lef genomen. Bosker, ja, die hoort die bal alleen. Het was een schitterende 3-0 geweest. 3-0 die er eerder aan zit te komen dan de 2-1 van Twente. Er is nog een half uur te spelen. Heubach, Touma, mooi paasje van Heubach. Voorzet van Charbel Touma, maar dan is ook die voorzet weer niet goed. Ik wil ook zeggen dat Salcido goed stond opgesteld. Maar weer Twente met Koeval. Je kunt niet zeggen dat de Tukkers het niet proberen, dat ze het lekker laten gaan deze avond. De wil is er wel, maar de vorm niet. Getuige ook deze paas van El Ahmadi. Engelaar. Bal kwijt aan Koku. Mede ook dankzij de inzet van Alcides. Afalai. Kone. Weer weg bij Braafheid. Kone en Fafan hebben de vorm vanavond. Voorzet van Aruna Kone. En daar Mendes met de beslissing. En ook hij krijgt er maar niet in. Het zijn 6-7 enorme kansen die PSV al heeft gehad na de 2-0. Ja, met een beetje fantasie kun je stellen dat het zo nog spannend blijft. Maar daarvoor is PSV vanavond gewoon veel te sterk ten opzichte van FC Twente. Koufo aan de andere kant. Koufo, hij dan wel met de goal. Nee. Gomez maakte de goal voldoende klein. En hij mikt ruim naast. Direct na die enorme kans van Mendes, deze mogelijkheid voor Koufo. Dit was een stuk lastiger. Perfecte actie van Kone. Goede voorzet. En hij is totaal uit balans op het moment dat hij inschiet. Nee, dit is al Mendes. Afalai. Wat een actie van Afalai. Uiteindelijk gestuit door Bakir Çoğlu. Weer veel pijn bij Ibrahim Afalai. Het levert hem de nodige kopzorg op. De fysieke gesteldheid van Ibrahim Afalai. Maar als hij er niet bij is, ontbeert de PSV zoveel creativiteit. Blijkt ook vanavond weer. Hij is helemaal hersteld. Speelt een uitstekende wedstrijd. Zeer balvast. Maar komt hier dan weer ongelukkig terecht. Lijkt wat last te hebben. Ook van zijn linkerarm. Linker onderarm. En met zijn knie tegen het hoofd van Bakir Çoğlu. Bakir Çoğlu in de achtervolging. En dan valt hij tegen Wielaert. Na het tikje van de Zweed. Natuurlijk ook veel op de grond door zijn manier van spelen. Kan Afalai ook niet zoveel aan doen. Hij is vaak gewoonweg te snel voor zijn directe tegenstander. En dan loop je wel eens tegen een tik aan. En hij moet door van zijn coach. Vrij trap Farfan. In de handen van Bosker. Afalai weer terug. Opluchting bij alles en iedereen. Wat de supporter is van PSV.
Maar weer afgetroefd door Cocu. Engelaars zit totaal niet in de wedstrijd. Profiteert nu wellicht van de misverstand tussen Kone en Cocu. Maar Cocu herovert dan de bal weer. Misschien wel de beste man van het veld. Affelay. Ja, weer hersteld. Van die tik van zo even. Hij is ongrijpbaar voor Braafheid. De voorzet van Affelay. Farfan. Dat is slordig van Farfan. Nu een blessure bij Edson Braafheid. Zeer collegiaal dat Affelay even informeert hoe het is met Braafheid. Tik tegen de hand. En in het kruis. Overtreding van Braafheid ten opzichte van Cocu. Indraaiende vrijtrappen van Farfan zijn gevaarlijk geweest vanavond. Nu probeert hij zelf in de korte hoek en is Bosker op tijd. Kwart wedstrijd nog. Deze partij lijkt binnen voor PSV. Volgende week tegen FC Utrecht in de Galgenwaard. En daarna nog thuis tegen Vitesse. Een eventuele kampioenswedstrijd. Ja, wie durft er nog iets te zeggen over de afloop van deze competitie? Koufo. Ja, dag Mali. Hij zat hier. Mali, overtreding van Touma tegen Kromkamp. Ik denk dat Davenport het goed gezien heeft. Ja. Laat zijn benen even staan, Charbel Touma. Zeker geen lastige wedstrijd voor de scheidsrechter. Alleen geel voor El Ahmadi tot nu toe. Weggewerkt door Zomer. Aissati. Aissati. Goed oogcontact met Koufo. Schuift vervolgens de bal in de voeten van Addo. Die wederom een goede partij staat te spelen daar centraal achterin. Mendes. Farfan. Goede ingreep van Braafheid. Engelaar. Hij zat hier. Via Bakke Tjoko naar Zomer. Veel positiewisselingen nu bij Twente. Om maar iets te creëren, iets te forceren. Dan blijft de hermetisch gesloten vooralsnog bij PSV achterin. Braafheid. Koufo. Terug naar Braafheid. Nog altijd Braafheid, opgevangen door Salcido. Niets aan de hand, is het oordeel van de scheidsrechter. Dan was Braafheid te opzichtig op zoek naar een vrije trap.
voorlangs bij Koevo. Koné met een foutje. Engelaar. El Ahmadi. Meegeven aan Aissati. Touma. Die er bij Kromkamp nog niet is langs geweest. El Ahmadi. Koevo, goede bal van El Ahmadi. Ik krijg Koevo die bal niet lekker onder controle. Dan is de ingreep van Alcide is nuttig. Kan Salcido er nu vandoor. Farfan. Inleveren bij Afalai. Mendes. Farfan op het juiste moment. Farfan met zomaar. Farfan legt de bal terug. Daar staat Wielaert die vervolgens zijn doelman in de problemen brengt. Aissati. Ziet dat vriend Afalai op de grond ligt en speelt de bal dan buiten. Ja, dan gaat vriendschap in zo'n geval toch blijkbaar boven het belang van de wedstrijd. Want Aissati hoeft dit niet te doen. Aissati, die nu ook de tijd neemt om het PSV-publiek het voor hem klapt even te bedanken. Lijkt op een aanval van Kramp bij Afalai. Met die kwetsbare hamstrings van hem. Hij zal zo Kulina gaan brengen voor Afalai. Geen risico met de kwetsbare hamstrings van Ibrahim Afalai. Die zojuist werd getroffen door een krampaanval. Nou, het is hier belangrijk geworden dit seizoen voor PSV. Bakir Çoğlu. Aissati. Die wordt toegezongen door het PSV-publiek, dat hij van hun is. Ah ja, Aissati is van ons. En zijn vriend Afalai gaat richting de douche. Hij wordt vervangen door Jason Kulina. Çoğlu. Aissati. Heubach. Engelaar, goede ingreep van Addo. Maar voetballend wil het hem wel eens niet overhouden bij Erik Addo. Een zwakke bal van Touma. Kulina. Ja, het is een prima mannelijk duel tussen PSV en FC Twente. Af en toe toch wel wat hinderlijk onderbroken door de scheidsrechter. Aissati. Touma. Engelaar weggelopen. Engelaar met de voorzet. En Koevo die hier wat tekort komt. Voorzet van Koevo alsnog. En de trap door Simons. Het leek even dreigend van Twente, maar echt heel gevaarlijk werd het nooit. Koné nu weer met de versnelling. Maar vergeet de bal. Nu Kramp bij Braafheid. De kramp er maar moeilijk uit bij Braafheid.
te lezen aan zijn gezichtsuitdrukking. Staande ovatie ondertussen, terwijl de braafheid van het veld wordt gedragen voor Erik Addo. Vaak verguisd toch in Eindhoven. Maar er is altijd een moment in dit seizoen dat er weer een beroep op hem wordt gedaan. FC Twente wisselt. Ayesati gaat naar de kant en dat levert hem een daverend applaus op van het PSV-publiek. Ongetwijfeld verheugd dat hij volgend jaar zich weer meldt in Eindhoven. De andere huurling, Bakal, is zijn vervanger. We zien het competitiedebuut van Arnautovic, spits van de A1 van FC Twente. Anders dan zijn naam doet vermoeden is het een Oostenrijker. Hij is de vervanger van Kennedy Bakircioglu. 17 jaar pas. In gevecht met Addo. En Ahmadi sneller bij de bal dan Cocu. Heubach. Terug naar Zomer. Engelaar. Kufo. Krijgt geen centimeter ruimte van Salcido. Kone. Kulina terug naar Kone. Loopt Kone de bal zelf over de zijlijn en is de inworp voor FC Twente. De Kamp heeft Edson Braafheid geveld. Hij wordt vervangen door Niels Wellenberg. Arnautovic. Salcido. Kone. Ahmadi. Bakal doorgelopen. Schouderduel van Addo. De inworp is voor PSV. Tot dik 10 minuten. Het is slechts 2-0. Het had een veel hogere tussenstand kunnen zijn voor PSV. Twente lijkt nog geen moment de indruk te maken terug te kunnen keren in deze wedstrijd. Dat is trouwens voor een heel groot gedeelte de verdienste van PSV. Heubach. Arnautovic. Kwijt aan Simons. Mendes met wat geluk. Kone. Loopt zich vast op Wellenberg. Nou, wat lichtzinnig de laatste minuten bij Aruna Kone. Kufo.
zomer. Heubach. Alleen Engelaar in het Sassopgebied. Couvaux heeft zich laten zakken. Engelaar. El Ghamadi. Bij Twente lopen ze nu allemaal de trechter in. Er is daar absoluut geen ruimte in het centrum. En Mendes en dan de overtreding van Heubach. Maar het is uiterst correct gebleven. Er is één gele kaart voor Twente. Maar ja, wie had verwacht dat de Twente hier schoffelend en stierend over het veld zou gaan. De ploeg van Rutte en Eikelkamp niet gevolgd het afgelopen jaar. Of dan moet het van het voetballen hebben. Het heeft simpelweg de vorm niet vanavond. Cocu. Veel ruimte voor Mendes. Die wat meters heeft afgelegd vanavond. Mendes bij de tweede paal. Koné met de kopkans en de redding van Bosker. Staat al een tijdje droog deze Koné. 20 januari is zijn laatste goal gemaakt. Nu had hij de mogelijkheid om het zelfvertrouwen wat dat betreft een beetje op te vijzelen. Engelaar heeft het absoluut niet vanavond. Opvallende wissel bij PSV. Koné naar de kant en niet Kluivert, maar de jonge Gennaro Zeefuik is zijn vervanger. Zegt toch iets over de spitsenhiërarchie in Eindhoven. En wellicht ook iets over zijn toekomst in het Philipsstadion. Simons. Bakal besprongen door Alcides. Die de voor hem toch onwennige positie van linksback prima bekleed heeft. Simons. Zeefuik terug naar Koulina. Mendes. Farfan. Ja, wie laat de bal over de zijlijn? Inworp voor PSV. Farfan. Combinatie met Zeefuik. Zeefuik. Weg van Zomer. Nee, toch niet helemaal. Goede tackle nog van Ramon Zomer. Cocu. Bal in één keer doorgespeeld. Buitenspel voor Zeefuik. Het grote aanvallende talent. Net 17 jaar geworden. Opvallend genoeg een groot gedeelte van zijn opleiding gehad bij Ajax. Die een jaartje opnieuw wilt. Hier in Eindhoven beland. De wanhopen is langzamerhand. FC Twente, de lange bal van Zomer. Absoluut geen probleem voor Gomez. Dan zag ook een beetje de moedeloosheid op het gezicht van Blaise Couvaux.
vijf minuten. Engelaar. Touma. Goeie passeeractie van Charbel Touma. En een schot van heel ver. Maar misschien wel typerend voor FC Twente in de tweede helft. Het is onmachtig. En vooral ook heel ongevaarlijk. Zomer. Naar Engelaar. Wat carnavaleske stemming zo langzamerhand op de tribunes. Het vertrouwen helemaal terug is bij de aanhang van PSV. Toch de aanhang die afgelopen maandag nog uit onvrede de training van de selectie is te stil te leggen. Terwijl Heubach nu wat hard doorgaat en een gele kaart krijgt. Maar zo gaat dat bij supporters. Dat is van alle tijden. Dan zet hij zijn voet even over de bal, Heubach. Dat is niet netjes. Komkamp slachtoffer. Heubach geschorst voor de volgende wedstrijd van FC Twente. Het uitduel met Vitesse. Maar goed, zo is het een gekke week geworden. Nou, duel met NEC. Moest Cocu nog in conclave met de supporters. Maandag dus het stilleggen van de training. In Liverpool een nederlaag in de Champions League. Uitgeschakeld daar. En vanavond is het een mooie avond geworden in een broeierig Eindhoven. Ja, die zag Bosker even voor zijn doel staan. Hij heeft daar altijd wel oog voor. Alagmadi kan nooit bij die bal van Wellenberg. Nog één keer PSV met Koulina. Farfan. Cocu. Geen buitenspel. De aanname van Cocu leek goed. En dan valt die bal nog bijna achter Bosker. Merkwaardige karambol. Maar de derde treffer van PSV blijft uit. Randje buitenspel, dat was het niet. En Wellenberg raakt die bal dan wat ongelukkig. Dus de hoekschop voor PSV. Corner kort genomen. Koulina. Mendes. Alcides. Die grote passen levert PSV weer een hoekschop op. Corner getrapt door Mendes. Weggekopt door Bakal. Opening van Farfan op Mendes. Die wordt buitenspel gegeven. We beginnen aan de 3 minuten extra tijd. Bakal.
Heuber. Richting Arnautovic. Zoals Sido schampt de bal voldoende. Cocu, ja, die tot de laatste seconde blijft knokken daar. Kampioenen scandeert het PSV-publiek langzamerhand. Niets aan de hand tegen FC Twente. Volgende week Alex er weer bij. Dus wat kan de Eindhovenaren nog gebeuren? Dat zal ongeveer de stemming zijn hier in de vakken. Maar het is nog lang niet gespeeld. En dit geeft PSV wel de nodige vertrouwen natuurlijk. Deze een zeer overtuigende overwinning op FC Twente die aanstaande is. Arnautovic. El Ahmadi. Heubach. Zoek Bakal. El Ahmadi, Engelaar. Ook deze combinatie mislukt. Zoals alle combinaties uiteindelijk gedoemd waren te mislukken vanavond voor FC Twente. Wat gek genoeg de eerste 10 minuten van de wedstrijd baas was over PSV. En daarna was het absoluut PSV. Laatste fluitsignaal van Ben Haverkort. Na 2 maanden zeer moeizaam voetbal legt PSV een zeer overtuigende wedstrijd op de mat tegen FC Twente. Op het moment dat het echt benauwd werd, staat zijn elftal er dan toch. Speelde het een van de betere wedstrijden na de winterstop. 2-0. Daarmee is PSV nog mild geweest voor FC Twente. 2 prachtige goals van Farfan, de man of the match. En zo is de vorm op tijd terug voor de Eindhovenaren. Dus volgende week Alex er naar eigen zeggen weer bij. En wat staat de 20e landstitel dan nog in de weg voor PSV? Bakal en Aissati. Het ging in aanloop naar deze wedstrijd veel over de 2 huurlingen. Zij kon het verschil niet maken. Maar Aissati weet dat hij volgend jaar dit shirt weer definitief draagt. Hetzelfde geldt voor Bakal. Zoals gezegd, het was toch opvallend dat Zeefuik inviel in plaats van Kluivert. Ja, en Twente, dat heeft het wel geprobeerd. De echte wil, de echte must, dat is er natuurlijk niet geweest in deze wedstrijd. De elftal kan zich al concentreren op de play-offs. De PSV weer een stapje dichterbij de landstitel. Dankzij Jefferson Farfan. De cijfers nog even aan het einde. Twente, veel balbezit. Maar eigenlijk nooit gevaarlijk. 1 grote kans was er voor de Tukkers. Voor Bakircioglu in de eerste helft. Voor de rest was het PSV. Dat naast de 2 goals ook nog behoorlijk wat kansen kreeg. Op 3-4 en misschien ook op 5-0. Dat werd het allemaal niet. 2-0 bij de goals van Jefferson Farfan. Straks nog de interviews en de persconferentie op dit kanaal. Dit was het vanaf de commentaarpositie.